Het is 4:30. De koeien komen binnen, komen rustig aan binnen. Hier liggen de eerste op de oude matten van de stal. Daar lagen er 3. Hier voorin liggen 10 Mayo koematrassen. En dan lijkt het toch een beetje een voorkeur te hebben. Ik ken er nog eentje bij, die is net opgestaan, dus lag net vol. Dan ligt ze er mooi rustig bij. De matten zijn mooi zacht. Je ziet, hij drukt mooi in. Niet te veel. Ah, dat is ook een licht beestje. Een vaarsje. Blijven mooi schoon. Blijf mooi zaagsel op liggen. Hij is mooi zacht. Ook als je er zelf op staat, voel je dat verlichting geeft. Ze zijn mooi stroef. En ze liggen er heerlijk op. Hier voorin hebben we nog. Waren de oude matten. Ik weet niet van welk merk. Nu staan nog op rol. En hier hebben we 2 matten van Kruiburg. Die hadden we eerst aangeschaft. Ik kan het niet helemaal zien. Maar een ander patroontje. Nou, als je op deze matten staat. Zelf. Voel je helemaal niet zacht aan. Deze zijn knijterhard. Er ligt er ook nauwelijks een koe op. Dat zijn deze mat en die hier direct achter ligt. Ik zie er nauwelijks een koe op liggen. Ze waren 2 maal zo duur. Voor een Mayo koematras betaalde ik €150 met nog de binders ernaast. Die moet ik nog vastmaken. En voor mij betaalde ik voor deze Kruiburg. Matten zijn €300 voor een totaal setje per mat. Die dingen heb ik hartstikke zwaar. Maar als je zelf staat, je voelt nu helemaal geen ondersteuning. Alsof je op beton staat. Terwijl hier voel je in je gewrichten. Ah, dat lekker zacht. Ontspanning. En dat zoek je natuurlijk in een mat, dat de koe erop kan staan. Zich ontspannen voelt. Terwijl die Kruiburg is knijterhard. De koeien hebben groot gelijk dat ze er niet op liggen. En zeker omdat die 2 keer zo duur is, verwacht je, oh, al beter. Nee, verder van. Deze mat is mooi licht, zacht, makkelijk schoon te maken. Wat ik ook heb, is dat onder deze matten, even een keer laten zien, ja, zit een profiel. Die mat die heeft er de gewoonte van gemaakt om nog wel eens vol te raken met zaagsel. Het is ook dit heb ik vorige maand schoongemaakt, dus hebben we het zaagsel er allemaal onderuit gehaald. Als je ze vast hebt zitten aan de zijkant, werkelijk heb vast vanavond aan de vloer. Wat je er eigenlijk niet meer bij kan. Dan lopen die matten vol met zaagsel. Dus dan krijg je opeens een hele bol zaagsel onder die matten liggen. Terwijl deze hebben daar geen last van. Want deze zijn gewoon plat. Een dik stuk. Ja, stuk. Weet ik veel wat is, rubber. Achtig. Voordeel ook van die Mayo koematras die werden geleverd binnen een week. Had ik de bestelling op geplaatst. Kruiburg. Wat echt een verrassing dat ik ze binnen kreeg. Ik kan niet eens herinneren. Het zou 2-3 maanden geweest zijn dat ik ze dat dure vakje kreeg. Het duurde zo lang dat er, wanneer de vrachtwagen kwam om die 2 te brengen, ik verbaasd was van wat de bedoeling met koematten. Zo lang duurde dat. Het
wel deze. Een weekje. Weekje opgestuurd. Je hebt ze zo liggen. Je kan ze makkelijk tillen. Kruiburg. Echt niet met één man lukken. Die matrassen van mij ook. Kind van 6. Kind van 12. Niet helemaal licht. Ze zijn ook niet zo licht dat ze, dat ze van hun plek gaan. Want ook voor in de stal heb ik ze gewoon los liggen tussen de... Tussen de lichtplaatsen en dat gaat prima. Ik wil ontzettend spreken over de koeien, Mario koematrassen. En niet te spreken over die Kruiburg-trassen. Duur, lange leeftijd. Geen koe die hierop wil liggen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Mario koematras. Koeien vinden het geweldig om erop te liggen. Makkelijk, goedkoop en snel geleverd. Mario koematras, geweldig.